Deze beschouwing die gaat over een hekelonderwerp onderwerp. En dat is homoseksualiteit, en de aanleiding daarvoor is gevormd door twee dingen die ik tegenkwam op internet. En het ene was dat er een Vins parlementslid is en dat heeft een politieonderzoek. Aan de broek. En het politieonderzoek. daarin wordt, gaat er bepaald worden. of zij zich schuldig heeft gemaakt. aan een haatmisdrijf. Dus aan een misdrijf. Niet een overtreding, maar een misdrijf. En de tweede. ding. Het tweede ding. is dat de boekenverkoper, nou verkoper, de internetmaatschappij, bol.com, dat er een onderzoek loopt om een aantal titels die bol.com uh, verkoopt, om bol.com te verbieden om die boeken te verkopen. En in beide gevallen hebben die berichten te maken met homoseksualiteit. Om te beginnen bij dat eerste. Dat Finse parlementslid. heeft kritiek gehad. op de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland. Want die kerk heeft meegelopen. Met de Gay Pride Week van Helsinki. Dus een, een homoparade. Dat hebben wij hier toch ook. Hoe heet dat hier ook alweer? En dan gaan ze in Amsterdam. Uh, met allemaal. Ja, je kent het wel. Hoe, heet, hoe noemen ze dat ook alweer? In Amsterdam. En dan gaan die mensen die dan uh, homoseksueel zijn, die, die komen er dan rond voor uit dat ze allemaal homoseksueel zijn. En dan vieren ze feest in de grachten van Amsterdam. Zoiets is dat. Een beetje raar is het eigenlijk. Hè? Maar goed, voor ze, ja, als iemand dat wil doen en de gemeente Amsterdam vindt dat ook goed, dan. Ja. Ja, ik vind zoiets helemaal niks. Maar ik ga dan ook niet naar Amsterdam. Ik ga het ook niet bekijken op tv. Ik, ik heb trouwens helemaal geen tv. Anyway. Die Finse parlementariër dat is een vrouw die had de evangelisch-lutherse kerk erop aangesproken in een facebook bericht of twitter of zoiets. Maar dat kan je niet maken. Je kan niet als lutherse kerk meedoen met zoiets. Want in de brief van Paulus aan de Romeinen staat in het eerste hoofdstuk en dan komt ze met vers 24, 25, 26 en 27. Vier versen van de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. En in het kort komt het erop neer, dat Paulus zegt, van ja, die heidenen, die hebben geen respect voor God, voor de Heere Heren, ze hebben geen respect voor Jezus, onze Heer. Ze houden zich niet aan de wetten van Mozes. En daarbovenop, ze doen aan homoseksuele handelingen. Dat zegt Paulus. Dat heeft hij geschreven aan de Romeinen, aan de christelijke christenen die in Rome woonden. Ergens in de eerste eeuw van onze jaartelling, het jaar 80. Nou, en dat is opgenomen in de Bijbel, in de kanon. En in de Bijbel staat ook dat je de Bijbel in zijn totaliteit moet nemen en daar niets aan toe moet voegen en er niets af moet halen. Nou, dus is het onderdeel van de Bijbel en hoort het erbij. En dat betekent niet dat je niet. Een bijbeltekst mag uh, citeren en daar een, een lezing over mag houden, terwijl je het over andere bijbelteksten absoluut niet wil hebben. Waarom niet? Natuurlijk mag dat. En dat moet je dan wel eerlijk zeggen. Want wij doen niet de hele Bijbel, wij pakken alleen uit de Bijbel dat wat wij leuk vinden. En als jij jezelf de Evangelische Lutherse Kerk noemt zonder daar een toevoeging bij. Ja, dan mag je toch aannemen dat mensen gaan denken dat je de hele Bijbel bedoelt. Want anders moet je dat duidelijk zeggen. En dan moet je jezelf ook zeker geen Lutherse Kerk noemen. als jij maar een deel van de Bijbel respecteert. Want Maarten Luther. Dat was een strenge jongen. En mensen komen dan af op die term Lutherse kerk. En dan moet je die mensen wel geven waar ze voor komen. Toch? Nou, dat doe je niet door mee te doen aan de Gay Pride. Nou, dat is heel slecht gevallen in Finland. En die vrouw heeft nu een politieonderzoek aan de BIPS. Voor haatmisdrijf. Vervelend is dat. Ik vind het ook vervelend voor die homoseksuele mensen, hoor. De homoseksuele mensen willen er graag bij horen. En ...en dan zien ze heteroseksuele mensen naar de kerk gaan... ...en dan, nou, dan willen ze er ook bij horen, dan willen ze ook naar de kerk kunnen. En de Evangelisch Lutherse Kerk van Finland die heeft gez gezegd... Van, ...nou, wij, vinden, wij doen er niet langer moeilijk over en... Um, ...ja, de, die mensen zijn welkom... In onze gemeenschap. En omdat nog de. Hoe moet ik het zeggen, om dat te benadrukken, zijn ze dus namens de Evangelisch Lutherse kerk gaan meedoen met de Gay Pride in Helsinki. Om te laten zien dat ze het echt menen. Maar toch is daar iets raars aan. Dus ik snap aan de ene kant wel dat die homoseksuele mensen graag bij een kerk willen. Maar als je dat wil, dan... Ik zelf heb zo'n behoefte niet. Maar stel, je hebt die behoefte wel. En je hebt ook uh, die... Ja, dat je erotisch opgewonden wordt van mannen. Ja. Er zijn genoeg... Van die christelijke kerken die als ze zouden weten dat jij uh, ja, het bed deelt met een man, zelf als man zijnde, hè, mannen en mannen samen, als ze dat zouden weten, dan zijn er genoeg uh, christelijke kerken die dan liever niet hebben dat je naar de dienst komt. En dan word je buitengesloten. En niemand vindt het leuk om buitengesloten te worden. Dat vind ik wel zielig voor die mensen. Het punt is, het staat in de Bijbel. En er is geen enkele reden wat mij betreft om in dit geval uh, stukken van de Bijbel maar te gaan schrappen. Want als je dit stukje, uh, vers 24 tot en met 27. Zal ik het er even bij pakken? Als je dat schrapt, ja, dan. En dan kan, je de rest, dan kan je nog meer gaan schrappen. Dat is een beetje een punt. Romeinen 1. Er staat hier in de, in, in de intro op de Statenvertaling.net een van de belangrijkste brieven van Paulus. Het is geschreven, vermoedelijk geschreven in het jaar 58. Kijk eens, even heb een ik te lezen. Nou, Romeinen 1, 1, vers 24. Er staat hier in de Statenvertaling: Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. En hen. Dan gaat het over een groep. Even kijken hoor. Ja, over goddeloze mensen. Even kijken hoor. Er staat dus daarvoor, hè, voordat je aan vers 24 komt, heeft hij het dus over, een, over goddeloze mensen. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Nou, en dan krijg je vers 25. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben, boven den schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Dat is die schepper dan. Hè? Dus dat je de... de ja, het schepsel eert boven de schepper. Nou, dat staat er dat snap je denk ik wel. En dan komt vers 26. Dat... Dat is de harde eigenlijk. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, Waarmee Paulus bedoelt, seks. En dan vers 27. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. En insgelijks ook de mannen zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf een ontvangende. Ja, dat ligt er niet om. En ik weet dat mensen die. Nou je, ik ken een, toch een behoorlijk aantal mensen en die zijn homoseksueel. En die mensen ja, met hun heb ik het hier niet over. Dus ze zijn nog allemaal niet gelovig hoor. Dus, uh, in die zin hoeft het ook niet. Maar zouden die mensen naar een kerk willen? Ja, dan loop je wel tegen deze versen aan. Verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Terwijl veel mannen die uh, vallen voor de heerenliefde. Uh, ja, die zijn niet met een pilletje of een therapie gemakkelijk uh, uh, heteroseksueel te maken. Dat, dat gaat niet. Ja, en moet je dan die mensen helemaal links laten liggen? Ja, ik ga er gewoon mee om. In de zin dat ik ze gedag zeg. en uh, maar Niet dat ik ze veel tegenkom tegenwoordig. Maar waar ik werk, bijvoorbeeld, daar zijn nogal wat. Uh, werd mij verteld dan hè? nogal wat mensen van het mannelijk geslacht die homoseksueel zijn. En hoe die persoon die dat mij vertelde dat nou weer weet, weet ik ook niet. En ik ga het ook niet controleren. Ik ga het aan niemand vragen. want Ik heb er niks mee te maken. Dat is wat ik vind. Iemand zijn seksleven is iemand zijn seksleven. En ik ben niet homoseksueel. En dat vind ik ja, niet erg. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik blij ben dat ik dat niet ben. Maar ja, ja, ik denk wel dat ik dat, dat ik blij ben dat ik dat niet ben. Met mijn heteroseksuele relaties heb ik niet echt mazzel gehad. <laughs> Wat dat betreft, dat ik misschien beter mijn homo kunnen zijn. Maar ik heb dat dus niet. Nooit gehad, nooit geen. Ik heb wel mannen. Uh, ja, ik heb wel mannen gehad die toenadering zochten op dat terrein. Uh, heb je zin? Ik zeg nee. Kom je erbij? Oh, ik dacht: uh, je hebt misschien wel zin. Ik zeg nee, hoor. Ook alweer jaren geleden, hoor. Nee, ik heb dat nooit gehad. En ik kan me toch goed voorstellen dat die mensen dat die, die dat dan wel hebben, dat die geaccepteerd willen worden. En dat ze er een beetje moeite mee hebben van ja, als ik dat nou openlijk ga zeggen, dan vinden mensen mij misschien niet raar en dan gaan ze niet meer met me om en... Gisteren had ik Jehovah's getuigen aan de deur. En die nodigden mij uit om een keertje langs te komen in hun koninkrijkzaal. Dat ga ik denk ik wel doen. Gewoon een keertje dan. Hè? En waarom niet? Ze zijn zo vaak bij mij geweest. Echt. En een keertje dan een contrabezoek, jongen. Maar goed, zouden ze. Zou ik. Homoseksueel zijn geweest. En zouden ze dat geweten hebben, hadden ze me niet uitgenodigd. Ja, ik had mogen komen, maar dan hadden ze er toch al heel snel waren ze erover begonnen. Van nou, je mag wel meedoen. Maar dan moet je daarmee ophouden. Ja, dan mag je niet meer als man met een andere man uh, schandelijkheid gaan bedrijven. En een dwaling begaan. En aangezien het nogal moeilijk is om ermee ja, te stoppen, ja, is het, ja, het is niet makkelijk voor die mensen. Het is denk ik maar beter als ze dan helemaal niet gelovig uh, gaan willen zijn. Maar ja. Uh, dat is dan vanuit het geloof gezien ook weer een probleem, want de niet-gelovige mens ja, die mist toch een heel stuk van zijn levensvreugde, zegt de Bijbel. Zeg hoe je dat nou moet oplossen. En dan is er een man, die is inmiddels overleden, die heet Jozef Nicolosi. Nico met een C van Nico. <laughs> en dan Lozi. Dan denk ik een Griekse naam. Die man is overleden op jonge leeftijd. Nou, well, jong, jaren 40, 50. Zoiets. In de jaren 50. In 2017. Aan de griep. En hij deed dan aan uh, het, het geven van therapie. Voor mensen die van hun homoseksuele lusten af wilden. En hij zegt dat hij succes heeft gehad, maar ook maar bij een derde. En dat was dan een derde van de groep die er van af wilde. En die groep die er van af wil, dat is niet de grootste groep. Dus van de hele groep die dit soort dingen doet, ja, is dan in de afgelopen jaren door mensen zoals Jozef Nicolosi, ja, misschien 5% of 3% of zo, uh, is omgeturnd door de therapie. Ja, daar word je ook niet heel blij van. Dat doet je dan toch weer... Ja, denken dat het hier gaat om iets waar je niks aan kan doen. Wat je hebt. Maar goed, we hebben nog ook die brief van Paulus. En ik weet dat iemand zoals Socrates, die Griekse wijsgeer. Die deed het met Algebiades. En Socrates was al een wat oudere man. En die had een vrouw en kinderen. En voor de seksuele lusten had hij Algebiades. Een jong ventje. Ongetwijfeld een mooie jongen. In het Griekenland van die dagen was dat ja, normaal. Ja, vrouwen, daar had je seks mee voor de kinderen. En voor de rest uh, ja, konden die vrouwen echt uh, opzouten. <laughs> Ik zeg het zeg maar even zo hard mogelijk. Maar zo was het. Dus je maakte een vrouw zwanger en uh, nou, dan had je dus kinderen, had je nageslacht en uh, alle leuke dingen, ja, dat, dat deed je met je vrienden. Waaronder? Seks. Dat deed je niet met je vrouw. Bij de, toen Socrates aan het sterven was, ik weet niet of je het verhaal kent, maar Socrates werd door de, door de, ze hadden een stem, stemming gehouden in Athene. van wat te doen met Socrates. En men was hem helemaal beu. En tegen hem werd gezegd: van, Nou, of je pak je biesen. en je zout op naar uh, Patmos of zo. een of ander onoogelijk eiland. en dan willen we je ook nooit meer zien. Of je blijft in Athene. maar dan drink je de gifbeker. Nou, en toen heeft Socrates ervoor gekozen om dan uh, dat, dat dramatische einde maar te nemen. Maar hij was ook al op leeftijd. Dus hij heeft toen gezegd: ja, doe mij die gifbeker maar. Nou, en toen. Dan was dit een of ander lokaaltje, daar lag hij dan op, en, uh, een bed, en uh, ja, die dolle kervel had hij dan zogenaamd gedronken. En hij was aan het doodgaan. En zo'n vriendenclub van hem, van volgelingen, die stonden allemaal om hem heen. En... en zijn vrouw en zijn kinderen, die stonden buiten. Die wilde hij er niet bij hebben. Ja. En dat, dat zegt iets over die maatschappij van die dagen. Hè? Dat zegt ook iets over de verhouding niet alleen van Socrates naar zijn vrouw, maar ook over de verhouding van Socrates door zijn kinderen. Papa gaat zelfmoord plegen en uh, allerlei mensen mogen erbij zijn, maar wij niet. Want wij zijn maar uh, familie. is toch raar? Huh? Hey, ik kom met het voorbeeld omdat het dan hier gaat om een maatschappij waarin homoseksuele seks werd gezien als. Uh, ja, een leuke, lekkere, recreatieve seks. En met een vrouw, dan, gadverdamme, je doet het niet met een vrouw. Dat doe je alleen als je kinderen wil, hoor. Voor de rest, Ielk. Dat was Griekenland. Wat ik ervan begrepen heb, hè. Mag jij ook uh, je navorsing gaan doen. En die Jozef Nicolosi, die zegt dat mensen met een, uh, een bepaald jeugdtrauma... Uh, ...die vervallen, of vervallen die, die krijgen die homoerotische gevoelens... en hij zegt nou hij zei want hij is nou overleden hij zei van als je dat trauma op een bepaalde manier benadert dan verdwijnen die homoerotische lusten bij een deel bij een derde van de mensen die eraf willen dus van de mensen die eraf willen, waar meer dan de helft komt bedrogen uit. Want maar een derde is er echt van af te helpen. Dus ook zo positief is dat niet. Hè? En het zijn de boeken van Jozef Nicolosi, die Bol.com niet meer mag verkopen als het aan een bepaalde groep in de Tweede Kamer ligt. Wat eigenlijk alles op het gebied van uh, conversietherapie, dus om van een homoseksueel iemand een heteroseksueel iemand te maken door ermee te gaan spreken, dat dat verboden moet gaan worden. Ja, is dat nou de oplossing? Ik weet het niet. Kijk, een derde is er vanaf. Dus een derde heeft er baat bij. Want ze wilden er van af en dat lukt dan ook. Dan spreek je van baat, toch? En dan wordt er uit de kritiekhoek gezegd, vanuit de mensen van de gay-dinges. Uh, ja, diegenen die er dan uh, met zo'n therapie van Jozef Nicolosi uh, vanaf zijn gekomen, dat waren geen echte homo's. Ja, oké, okay. maar dan nog, ze dachten wel dat ze echt homo waren, en ze wilden die therapie. Ja, ze wilden er van af, en dat moet toch ook kunnen, want het sociaal-economische plaatje van de homoseksuele mens is dat het gaat om een groep met relatief hoog middelengebruik. Dus alcohol, tabak, maar ook drugs. Wiet, poppers, cocaïne, zeg het maar. Speed. En het zijn mensen die veel doen aan... Wisselende seksuele contacten met alle kwalijke gevolgen van dien, zoals geslachtsziekten. En als je geslachtsziekte oploopt en je laat je behandelen met antibiotica, dan kan het een keertje goed gaan. Maar als je regelmatig naar de dokter moet en je gaat regelmatig antibiotica slikken, dat, is, nou dat heeft een bijzonder nadelig effect voor je lichaam. Ik heb een boekje gelezen van Lynn McTaggart, een Amerikaanse medisch onderzoeker, een vrouw. En die zegt dat dat de oorzaak is van de ziekte die ze noemen AIDS. AIDS is een afkorting, dat snap je denk ik wel. Maar dat betekent Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dus een opgelopen uh, een opgelopen mankement aan je immuunsysteem. Een opgelopen deficiëntie aan je immuunsysteem en dat heb je opgelopen, zegt Lim McTaggart, door uh, ja, te vaak gegrepen te hebben naar antibiotica. En antibiotica die nemen dan de werking van je afweersysteem over. Tijdelijk dan, maar op dat moment wordt het overgenomen. En dat daarmee dus het afweersysteem een, een tik krijgt. En daar kan je je iets bij voorstellen. Ja, iets van je lichaam wat je ja, uitschakelt. Well, no, no, de, de, de pil neemt het wel over. Hè? In dit geval dan de antibiotica, die nemen het wel over. Ja, dan hoef je afweersysteem uh, niks te doen, of het heeft dan niks te doen, of wat ook. En los daarvan, ja, wat is de bijwerking van een antibioticum? Want antibiotica, dat, dat, ja, het woord zegt het al, het is anti. En dan eh, bio, en bio betekent leven. Dus het is eigenlijk heel algemeen. Hè. Het is tegen het levende spul. En veel van die mensen die zich eh, in dat leven hebben ja, begeven van de homoerotische relaties. Die hebben dan veel relaties achter de rug. Hebben met veel verschillende mensen seks gehad. En ze hebben daar niet een duurzame relatie aan overgehouden. In de regel dan. Hè? Nou, ben ik heteroseksueel. En ik heb er ook geen duurzame relatie aan overgehouden. Dus. Hè? Maar bij homoseksuele mensen is dat percentage wat ja, overblijft. Alleen, dat is veel hoger. En dan niet dat ze blij zijn. Maar ik ben ook niet helemaal blij dat ik zo alleen ben. Maar het is wel dragelijk voor mij en ik ja, klaag er niet over. Heb ik wel gedaan hoor, maar niet meer. Het was bij mij eigenlijk, ja, ik, ik had weer een leuke, dacht ik, een leuke vrouw ontmoet. En die begon dingen te doen waarvan ik dacht: ja, maar wacht eens even. Mijn eerste vriendin die deed al zo. En mijn tweede vriendin die deed ook zo. En mijn derde vriendin die deed ook zo. En mijn vierde vriendin ook. En nou kom jij nog een keer en je gaat diezelfde dingen doen? En er waren hele vervelende dingen. Zoals een grote mond hebben. Mij voor schut zetten. Met andere mannen rommelen. Ja. Ja, laat dan maar zitten. Zo ben ik een beetje moedeloos geraakt en uh, heb ik afscheid genomen van het hele idee. Maar kortom, dat je heteroseksueel bent, betekent niet dat je een garantie hebt op een lange, duurzame relatie. Echt niet. Maar het verhoogt wel de kans. Of andersom gezegd, als je dat niet hebt, als je homoseksueel bent, de kans is groter dat, het, dat je overblijft. Het sociaal-economische plaatje is niet zo denderend voor die bevolkingsgroep. In het algemeen dan. Hè? ik ken een man en hij is nu al ah, zo'n tijdje met pensioen, al jaren met pensioen. Hij heeft zijn leven lang uh, heeft hij les gegeven op de muziekschool. Nee, hij heeft voor zichzelf heeft hij uh, les gegeven, muziekles. En alle hele tijd heeft hij een, een jongere vriend, ja, een heel, heel stuk jonger is. Ja, zit hij, zo'n jongere vriend. Ja, het kost je wel wat. Die vriend heeft niet zoveel geld. Ja, het kost me wel wat. Maar uh, ik ben wel tevreden. Ja. Maar die jongere vriend, die, ja, die staat straks aan een... Ja, hij gaat het eerste dood. En wat moet die jongere vriend dan doen? Wat heeft hij dan? Want echt een goede relatie buiten de seks hebben ze, dacht ik niet hoor. Ze hebben veel ruzie, dat weet ik. Kortom, samengevat, die homoseksuele mens, het is een doelgroep waar ik wel mee te doen heb. Het homoseksuele, de herenliefde-toestand, dat heeft uh, ja, de kop opgestoken in maatschappijen die voor de rest immoreel waren. En, ja. Nou, en de, ja, dat wil dus niemand. En die relatie met dat, dat het gaat om trauma's, in sommige gevallen dan? En ah, er zijn getraumatiseerde mensen die dan ja, dat trauma kunnen laten behandelen bij zo iemand als uh, Jozef Nicolosi. Maar ja, niet iedereen werkt dat bij. Dat zegt Jozef Nicolosi, zei hij zelf, dat staat ook in zijn boeken. Nou, dat vind ik toch sneu. Serieus. Hè? Om die reden zal ik er ook nooit iemand op aanspreken. En, en mij in principe een beetje op de vlak te houden als ik weet dat iemand homoseksueel is. Ook maar geen grapjes maken erover. Ja, dat het gaat om iemand met een trauma. Ja, je moet er rekening mee houden dat het, dat, dat mogelijk is. Ik zei dat gisteren tegen Wim. En toen zei Wim. Nou ja, dat weet ik niet hoor. En Wim Kruidentuin. Ik vind het wel erg kort door de bocht. Iedereen altijd met die verhalen over jeugdtrauma. Maar ik vond het antwoord van Wim ook weer kort door de bocht. Want dat zou kunnen. En als jij een trauma hebt opgelopen in je jeugd. Ja, dat wil niet zeggen dat je geholpen kan worden. De moeder van mijn kind heeft ook een, een ernstig jeugdtrauma. Maar die kan niet geholpen worden. Want dat wil ze zelf niet. En dat ze dat zelf niet wil, dat komt ook weer door het trauma. Dus Dat kan jaren ook niet kwalijk nemen. Maar zij is, is dan wel heel zielig. Dat vind ik. Tja. Zo'n. Een, uh, een zielige groep mensen. Die ja, homoseksuele mensen heb ik het dan over. En dan gaan ze dan zo'n gay parade. Of zo heet dat ja. De gay parade in Amsterdam. Ja, ik vind het een beetje raar. Ja. Ik heb er geen last van. Dus. Ik doe zeker niet mee. En ik ben er niet voor om het te verbieden. Ik vind dat je begrip moet hebben voor die mensen. En ik vind dat je niet bij Bol.com die boeken moet verbieden. Maar ik kan me voorstellen dat je in de gay-krant uh, daar toch een artikel over schrijft en dat je zegt van ja, Jozef Nicolosi, die, uh, die heeft dat idee van dat jeugdtrauma gebeuren en, uh, en dat kan voor sommigen kan dat, uh, ja, verhelderend werken, maar niet voor iedereen. Dat, dat kan je toch in de gay-krant zetten? Zo van het kan werken, maar staar je er niet blind op. En dat de, ja, die mensen, die homoseksuele mensen, er ook dan ja, eerlijk over doen dat ze als bevolkingsgroep ja, meer vallen voor middelengebruik en ja, allerlei, allerlei andere sociaal-economische aspecten van het leven. Promiscuïteit en. Uh, het gebrek aan een vaste relatie. En... Nou, daar kan je toch open en eerlijk over zijn? Lijkt mij dan, hè? Ik heb er verder niks over te zeggen. Hè? Want ik heb het niet. Ja, ja. Maar een verbod op die boeken, dat moet je niet doen. En ja, die uh, Finse vrouw die dan tegen de Lutherse kerk zegt: van ja, je moet niet meedoen aan de Gay Parade. Of de Gay Pride Week of zo. Ja, dat moet zo'n vrouw kunnen zeggen, vind ik. Ja. Dan, je bent of een Lutherse kerk of niet. En anders moeten mensen een, een, ja, maar een andere kerk stichten. Dat je zegt: Nou, wij zijn ook een kerk, maar we doen niet de brieven van Paulus. En ergens in, in het Oude Testament zijn er ook wat plekken. In het boek Leviticus of zo. Waarin er gezegd wordt dat, uh, ja, dat het een gruwel is. in de ogen van God. Nou, moet je dat zeggen? Dat je dat er allemaal buiten laat. wij zijn de kerk voor iedereen of zo. Zeg dat dan eerlijk. En breng je eigen Bijbel op de markt. Lijkt mij dan. En ik zou dan een reden hebben om. Uh, nou, ik, heb, ik ben toch al niet zo'n kerkganger. Maar, maar ik zou dan zeggen: Oh, nee, dat hoeft het voor mij niet. Maar voor mij geldt de hele Bijbel namelijk. Alles. Ja, ja, zo ben ik. Dat ben ik. En dat homoseksuele mensen zich dan niet thuis zullen voelen in een kerk die ik dan zou bezoeken, ja, dat is dan maar zo. Ik voel me, ja, in Arnhem, of die heb je nog steeds, heb je van die homo, horeca. Ja, daar ga ik weer niet naartoe. Ik vind daar, nee, daar voel ik me niet thuis. Ik weet wel waar die tenten zitten, maar ik ga daar niet naartoe. Ik ben niet vies van die mensen. Ik, ik veracht ze niet. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. Maar ik ga daar niet naartoe. En ik vind ook op de tv. Daar had ik laatst met iemand een discussie over. Uh, bij, uh, bij de tv zie je ook best veel mensen waarvan je weet dat ze homoseksueel zijn. En dat percentage dat is best hoog, uh, bijna 10% of zo. 20 procent misschien wel? Dat vind ik best hoog. Dat is voor mij ook weer een reden om geen tv te kijken. Snap je? Dat denk ik. En ja, dat is niet omdat ik vies ben van homo's, maar ik vind ze overdreven. Oh ja, en hier in Arnhem hebben ze een voetgangersoversteekplaats. Die hebben ze, daar hebben ze een homo oversteekplaats van gemaakt. Hebben ze ook de lampjes hebben ze vervangen door uh, ja, homo-achtige afbeeldingen. En die wit-zwarte strepen, dat zebrapad, dat is nu een regenboog geworden. Nou, dat is allemaal geld voor uitgegeven. Nou, voor mij heeft dat helemaal niet nodig. Ik vind dat op de grens van het toelaatbare. Ja, die mensen die voelen zich dan kennelijk... Uh... Of de gemeenteraad vindt dat die mensen zo uh, ja, buitengesloten zijn en die willen er dan wat voor doen. En een beetje vanuit die hoek of zo. Maar voor mij hoeft dat niet... Vroeger hier in Arnhem had je een, een soort horeca-achtige feesttent, danstent of zo. En die heette Antrenou, dus onder ons. Je hebt hier ook een sauna vlak in de buurt. En, 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 ja, dat is een gay sauna. Maar dan mag je als hetero wel naartoe. Ja. Nou, dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik dat nog een keer doe met een vriendin van mij. Ja, waarom niet? Voor een keertje. Die sauna is wel lekker uh, dichtbij. En het punt van die homoseksualiteit, dat blijft toch. Het... Dat dat een. Ja, dat als dat gepropageerd gaat worden, dat je een maatschappij krijgt waarbij alles draait om seks. En dus wordt je maatschappij immoreel, dus dat wil je ook niet. Denk aan die Griekse maatschappijen, Griekse steden, Socrates met Algebiades. En dat wil je ook niet. En wat je ook niet wil, is dat hele extreme gedoe. Wat uh, onder Mohammedaanse mensen wel. Uh, yeah, wat je merkt. Van, oh, homo's moet je van een toren afgooien. Zo. Dat wil je ook niet. Ik niet. En jij ook niet. Mag ik hopen. Maar het beste ben je maar gewoon heteroseksueel, dan heb je de hele, dat hele ding niet. Want die mensen noemen zichzelf wel gay, wat zoveel inhoudt als uh, voornaam of uh, heel blij of zo. Hè? Maar waarom zou je jezelf voornaam of heel blij noemen? In de Bijbel komt het woord gay voor, maar daar betekent dat het iets heel anders. Dat betekent dat voornaam. Of ze hebben zo'n titel dat woord erbij genomen. Ja, als een lapje voor het bloeden of zo, denk ik dan. Nee, ik vraag me af hoe dit allemaal gaat aflopen. Maar het hoeft voor mij niet gepropageerd te worden. Dat. Dat gaat mij te ver. Er is dus zo'n voetgangersoversteekplaats voor homoseksuele mensen. Dat vind ik te ver gaan. Dat is mijn mening. Maar dat er zo'n dansgelegenheid is. En die noemt zichzelf uh, onder ons. Dus entre nous, dat is Fransen. Onder ons. Ja, waarom niet? En een homosauna. Ja, waarom niet? Een homokerk. Ja, waarom niet? Daar zou ik echt geen moeite mee hebben. Dan nemen zij de Bijbel en dan halen ze alle brieven van Paulus halen ze eruit. Of hoe ze dat ook maar doen, moeten ze zelf weten. Dan nemen ze een selectie van Bijbelteksten en daar houden ze zich wel aan. Dat is toch ook leuk? Dan kan je nog steeds iedere zondag bij elkaar komen. Of iedere sabbadeo, iedere sabbat, iedere zaterdag. Dan ga je liedjes zingen en iemand houdt een leuk verhaal. Ja, voor mij mag het. Geen enkel probleem mee. Ja. Dus ik hoop dat dit uh, ja, een beetje vriendelijk was en begripvol was. Want het is, dit is geen makkelijke materie. Naar beide kanten niet. Ja, zowel naar de christelijke mensen toe die waarvan ja, een deel het echt, echt, echt niet wil. Ja, misschien zelfs wel een beetje bang voor zijn. En voor die mensen die nu één keer zo zijn en daar niet af kunnen. En niet vanaf kunnen en, en zich buitengesloten voelen. Uh, dat is ook weer niet fijn. En ik heb geen eindoordeel, gelukkig. Maar, vind ik. En ik hoop jij voorlopig ook niet. Het lijkt me heel moeilijk. Om echt een eindoordeel te hebben in deze. Snap je? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag lievelingen.